En voorlopig is het goed. Hij heeft geen reactie gehad op zaterdag, dus we kunnen weer vooruit. Zou hij misschien een hele helft kunnen spelen? Dat is een beetje de grens, denk ik. Ik denk dat hij heeft nu voor mij ingevallen op 66. Dus ja, dat is maar een minuut of 25. Dat is wel bijna een verdubbeling als je een helft toe gaat. Dus ja, het ligt ook een beetje aan de wedstrijd. Dat zal wel een hele ruime zijn al gelijk naar een helft toe, denk ik. Burak Yılmaz werkt hier heel hard aan zijn fitheid. Terwijl vaste krachten Mats Seuntjens en Michael Terpan aan het worstelen zijn met deze oefening. Fortuna wist vorig jaar de uitwedstrijd nog te winnen van FC Twente. Maar of dat een tweede keer gaat lukken? Ook qua begroting, maar ook qua spelersgroep. Hoe Ron Jans het vorig jaar met zijn team gedaan heeft. Niet voor niks Europees voetbal gehaald. Hebben ze een hele, hele goede groep. Ik denk echt een kandidaat om dit jaar vierde te worden. Misschien zelfs wel meedoen voor zo'n plek in de top 3. Dus het is gewoon echt een topwedstrijd. We beginnen met twee toppers in mijn ogen, met Ajax en Twente. En zeker daaruit, geweldig publiek. Misschien wel qua sfeer een van de mooiste stadions van Nederland. Dus het is een hele, hele grote test. Maar we zijn zeker niet kansloos. Zie vorig jaar Twente uit. Jullie zijn ook een beetje brutaal, toch? Ja, en als je zo tegen Ajax speelt, heb je denk ik ook wel de bevestiging gehad dat je ook brutaal mag zijn. En dat je het ook kan doen. Zondag dus een brutaal Fortuna tegen een Twente dat gisteren vertrouwen tankte tegen Sukaritski uit Belgrado. Het zal dus een interessant duel worden.